Deze kleine vitamine vitamine D heeft zoveel helende eigenschappen voor het lichaam. Het is een ondersteuning van het immuunsysteem, het zorgt ervoor dat calcium wordt opgenomen in de botten en vele vele andere functies. Maar de grote vraag is Wanneer neem je vitamine D nou het beste in en hoe neem je het in? Allereerst is het goed om te weten dat vitamine D vetoplosbaar is. Dat betekent dat het alleen maar wordt opgenomen met vet. Net als vitamine A, E en K. Neem vitamine D dus altijd met olijfolie, met kokosolie. Maar het allerbeste is om vitamine D op te nemen tijdens de maaltijd, omdat je bijna altijd wel wat vet binnenkrijgt. En dit zorgt voor maximale opname, en anders is het een verspilling van je geld. Als tweede is het heel belangrijk dat je vitamine D in de ochtend neemt en zeker niet in de avond, want vitamine D concurreert met melatonine waardoor je wellicht moeilijker in slaap valt. En derde, hoeveel neem je en wanneer neem je het? Het is belangrijk dat je vitamine D vooral neemt in de maanden met de letter R of wanneer je niet of nauwelijks in de zon komt. En de hoeveelheid is ongeveer 5000 IE of IU international units. Per persoon heb je een donkere huid kun je met gemak 10.000 international units per dag nemen. En als laatste is het heel belangrijk om vitamine D in combinatie te nemen met K2 en magnesium voor de beste gezondheidseffecten.